Ik heb vakantie. Vakantie? Ja. Jij hebt natuurlijk al een jaar dus vakantie. Nu kan je even stoppen met even je rug wat rust gunnen. Waarom rug? Nou, die rug, al die... Ah, die paar die ik in de week zo mee. Paren in de week, week. Weet je wat leuk zou zijn? Nou. Als wij met de bankzitters allemaal dezelfde gleuf zouden... Seksen? Nee, hou het nou vriendelijk. Hou het nou vriendelijk. Als wij liefde zouden bedrijven met dezelfde gleuf. Vrouw. Daar allemaal in klaarkomen. Komen! En dan vervolgens, na 9 maanden, als ze zwanger is, gaan kijken wie de vader is geworden. Ik zie hem. Ik ben het niet. Ik heb niet zo sterk zaad meer. Dus voor mij is dat leuk spel. Waarom ben je nou zo negatief? Nee, dat heeft niks met negatief. Maar dat lijkt mij leuk. Mij lijkt dus het allerergste ooit als je geen kinderen kan krijgen door zwak zaad. Zo. Dat is echt mijn enige angst in leven. Zullen we voor bankzitters een keer ons zaad testen? Nou, ik had het daar een keer over. Ik weet niet of het met jou was. Nee. Maar, stel je voor... Dit zijn het op een heel apart moment geweest. Maar stel je voor, je gaat allemaal je zaad testen en dan komt eruit dat je zwak zaad, dus geen kinderen kan krijgen. Zo. Nou, dan ben ik in zak en as, hè? Terwijl ik denk dat ik wel gewoon power zaad heb. Oké, as in je zak. Nou, heb je inderdaad een soort as in je zak. Ik denk ook dat ik wel heel sterk zaad heb, maar je hebt nog verschillende dingen. Je hebt zeg maar sterk en weinig en volume. We gaan het meekijken, maar... Volume. Ja, nee, je hebt zeg maar, hoe heet het aantal spermacellen per vierkante, kubieke ding. Vierkante meter. Kubieke millimeter. En dat is dan of 16 miljoen of laag. Oh. Ik vind het wel leuk. Mij lijkt het leuk voor vier. Mensen, bij 20.000 likes gaan de bank dus hun sperma testen. 20.000 likes en wij gaan ons zaad proeven. Huh? Oh, dat testen niet. Proeven. Nee, in Amerika heb je dit programma, het meest fantastische programma ooit, SBS6. Doe dit ook. Dit zijn namelijk allemaal mensen, koppeltjes, ex-koppeltjes, mensen die iets hebben gehad, waaruit een kind is ontstaan. Mm-hmm. En dan gaan ze vervolgens testen of de persoon de vader is of niet de vader is. Maar wat vind jij ervan als mensen zeggen, wij zijn zwanger? Nou, dat klopt niet, maar het is wel van, wij gaan samen een kind krijgen. Dat klopt wel. Wij zijn zwanger, vind jij... Als iemand zegt, zijn zwanger. Als je twee vrouwen hebt bij een zwangerschapscursus, een man en een vrouw. Nee, dat kan niet. Nee? Nee, maar ik snap het wel. Okay. Ik zou het zelf ook zeggen. Ja? Ja. Ja, nou, dat had ik dus ook, maar... Ja, heb je dat zelf ook gezegd? Nou, mijn chickie had het anders. Die vond het echt fucking onzin, want hallo, ik ben zwanger, zei ze. Goed, een blauw duimpje stop zijn. Vergeet niet op te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Abonneer! Ik word ingehaald door Rob. Nee, dat kan niet! Ik word ingehaald door Rob. Als dat gebeurt, stop ik met YouTube. Dan ga ik mijn polsen helemaal afrachen. Dan wordt het een soort vioolspel op mijn polsjes. Ja, maar Rob is goed bezig met Formule 1, hè? Ja, klopt. Ja. Maar wacht maar wat ik binnenkort in petto heb. Nou, wacht maar. Dat is wel wat ik even bedenken. Nee, ik heb het al besteld. Oh, ja. Wat heb je besteld? Ja, dat ga ik niet zeggen. Ja, dan kan je bliepen, dat is leuk. Nee, maar ik heb het besteld voor jou. Ik heb het al besteld, maar ik heb het besteld voor jou. Oh. Als een avontuur. Jezus Christus! Ja, dat is echt... Wat een spanning! Ja, nee, goed. Maar wij gaan kijken... Nee, dat is niet een avontuur. Dat hebben we al vaker gedaan. She took advantage of me when I was asleep. I did not, I repeat, did not willingly sleep with her. Oké. Zij ging met hem slapen terwijl hij slapend was. Oh. En daardoor was zij zwanger geraakt, zegt ze. Hebben ze een kind gekregen. Of 11-month-old Lila. En dat is kindje. Drew. Schattig kindje. Hij is niet de vader! Kijk, juichen. Dit is zo Amerika. Dit is zo bizar. Haar hele leven is kapot. Ja. Ze heeft geen vader. Misschien weet ze niet wie die is. Misschien had ze dan ook met zoveel mensen moeten slapen. Iedereen high five geven in het publiek. When it comes to 1-year-old Calise, Jose, you are not. Hij is nog veel blijer. Zij ook. Die walk of shame vooral, god ja, die kom ik er ook achter. Is dit echt? Ja, dit is allemaal is het echt. Dit is echt. Oh, wat een vrouw. Zo, haar lippen zijn helemaal... Soon after that, Judy got pregnant with their daughter Miracle. Oh. Miracle. Judy took off with baby Miracle. Ze is weggegaan met de baby. And today Judy is now in love with Scarlett. Oh! Stel, je vrouw gaat bij je weg. Ja. En die vlaat je dan voor dat. Ja. En ze met een kind en dan. Oh. James. You are not. Ook. Oh, en hij is. Oh, maar nu is het andersom. Hij vindt het heel kut. Ja. Lijkt mij wel met zijn handen. Ja. Zeven weken oude baby. Zij zegt dat hij de vader is. Wrong.
Maar dit is zo Amerika. Ja, dit is zo Amerika, dit is bizar. Oh. Hij is terug naar zijn ex gegaan. Maar zij zegt dus dat zij een kind hebben samen. Oh. En zij wil dat het zijn kind is, omdat hij dan teruggaat bij haar. Trevin, you are not. En die vriendin ook. Ja, heel blij. Zij, haar hele leven weer helemaal kapot. Het hele publiek. Ja, die vriendin. The DNS to prove that the 19-year-old Trevin is not the father. Zij ook allemaal aan het uitlachen. Dit kan toch niet? 4 jaar oud. Vier jaar oud. En dan in één keer testen. Ja. Pregnant in high school, I will prove you're the dad. Holy shit, dit was dan al jaren aan de gang. Dit was al jaren bezig. Oh, zo lang wachten heb je programma. Zo lang wachten. Dit langzaam test man. Dit is ik vind dit een ongelooflijk programma. When Aaron and I met, we were very passionate. Oh god. We made love non-stop like 40 times. Met jij, met je vriend. One day I had to go to the hospital for dehydration. I found out that I was pregnant with our daughter Zeta. Aaron claims that we weren't together long enough for the baby to be his. But yes, we were. Zo werkt dat natuurlijk. Ja. Als je niet lang samen bent, kan je geen kind krijgen. Nee. Waarschijnlijk was zij al een maand of twee maanden zwanger. Hij kende elkaar pas een maand. Dat denk ik. Oh, nee, dat zo. Het is. Zo. I demanded that he take one. Because now. Zeta is real! Our baby is half black or half Hispanic. Nou ja, Zeta may have ik weet niet wat van haar die normaal is. Mm. Wel dezelfde ogen een beetje, toch? Right exactly, and guess what, he was Spanish. But she's not Spanish. Yeah, she's Spanish. Not Spanish. In the case of 17-month-old Zeta, niet. Aaron, niet? You are not... Nee. It's all right. It's all right. She never once told me she was pregnant. I didn't find out about the baby till the day she was born. Haley made me believe I was the only possible father. But as soon as Jenna Lynn was born, I couldn't believe it. She looked exactly like Matt. Then out of the blue, Haley admitted to everyone in the hospital that there were 4 potential fathers. I was crushed. Fear. 5 months into the pregnancy, you already knew. You ain't begged me right out of the hospital. That okay, Haley, I got Hoe kan je daar seks mee hebben? Ja. Hoe kan dat? Ja, krijg die gast ook even. Ja. Matt, you are not. Holy shit. Oké, hij is het niet. Hij is het niet. Hij ook niet. Zou jij ook niet? Hij is wel de kans in één keer voor. Ze zijn alleen maar geweest niet. Voor mij zijn ze allemaal niet. En in the case of 5-month-old Jenna Lynn Chase, you are not. Nou, dan blijven er nog 2 over. Dus in principe. Ja. Our brother wanted to die before he died. That's what this baby. Get away from me! When I was 17 years old, I caught my ex-girlfriend cheating on me. You know what she did? She put a brick in her bag and she hit me in the balls with it. My testicles split open and my right one fell onto the ground. I scooped it up and I walked a half a block to the hospital. What the fuck? Een beetje Milo. It was in my hand. Now there's so much blood. Zijn bal lag uit zijn zak. Dat kan helemaal niet. Hij zit er vast. Maar hij ziet eruit als een betrouwbaar persoon. Ja, dat is waar. Ja. Hij ziet eruit als een heel betrouwbaar persoon van wie je denkt, dat verhaal dat geloof ik. He's my miracle baby. But my stupid cousin Robbie and his girlfriend Emma, they don't think I'm the dad. It just makes me sick that they can't. Dus zijn, dit is een verhaal. Zijn testicle was uit zijn zak geslagen door die vrouw met een baksteen in de handtas. Ja. Hij was naar het ziekenhuis gegaan met een bal in zijn hand. Wat onmogelijk is, want een bal zit niet los in je zak. Plausibel. Voor de mensen die denken, mijn bal zit los in je zak. Nee, je zit er vast aan een draadje. Ja, nou, dat kan hij dus uithangen. Maar dan hoef je niet vast te houden. Ik denk dat als hij aan het draadje hangt en niet in het zakje. Dat een klein draadje. Aan een klein draadje. Vervolgens had hij dus alleen nog zijn linker testikel. Daar heeft hij zijn vriendin mee zwanger gemaakt. En zijn eigen neef, zijn cousin, zegt dan dat het niet zijn baby is. Ja, nou ja. Waarom zou... Omdat die neef is daar geneukt. Let me get this straight about the story when you were 17, okay? Your ex cheated on you, right? And you broke up. And she got mad and she put a brick in a purse. She swung that mooi. Listen, I walked half a block. I picked that up off the floor. And ja, lang draadje. Ja, heel lang draadje. Lang draadje. Half a block. A half a block, mooi.
publiek ook daar. In fact, by the way, you had been with an ex for a long time, right? Yes, I was married for 4 years and really? Trying for almost a year to have a kid, and we broke up. I don't know, about 2 months later, she got pregnant by another man. I got with Michelle. Okay, dus and hij kon het niet. 9 months later, she's having a baby by me. Here they are, Robbie and Emma. Come on out. Maar nee, oké. Ja, maar ja, wat denk jij? Ik heb geen flauw idee. Ik heb, zij is dus zwanger. Nee. Die andere die is zwanger. Oh, en zij zeggen dat kan niet. Ja. Zijn zij nog samen? Dit is dus voor het eerst dat niet het stel zelf zegt van oké. Why are you so positive that he's not the father? Oh. There's been times where where Michelle has cheated on my cousin. Maar doet hij dit om zijn neef te beschermen? Maar wie is er nou zwanger? Zij was zwanger, zij zijn samen, ze hebben een kind gekregen. Ja. Maar hij zegt van zij is vreemd gegaan, dus dat kind is niet van hem. Ja, want hij kan geen kinderen krijgen. Okay. Maar waarom zij dat dan zeggen? Dat en waarom zij erbij is, we hebben geen idee. Nou, dat is zeg maar de vriendin van... Ja, maar die heeft helemaal niks mee te maken. Nee, zij zeggen met z'n tweeën van... Oké. Okay. In the case of 4-month-old Kaysen, Dustin. Oké. Okay. You are the father! Ja. Er is hoop voor Milo, zelfs met één testikel. Dit is het allerbizarste programma wat denk ik op de televisie bestaat. Mooi, dit is fantastisch. Oh, SBS6, alsjeblieft, doe het. John, als je het kijkt, wij willen dit presenteren. Wij gaan het presenteren. Jij wordt bedankt voor het kijken. Spam Talpa op Instagram. Zet dit op Instagram. Wij willen dit programma presenteren. En ik ben best bereid daar mensen zwanger voor te maken. Jij wordt bedankt voor het kijken. Blauw duimpje stop zijn. En vergeet vooral niet... Abonneer nou op FC Roelie. Ah!